Het is weer tijd voor Henk in de keuken. Ja, goedemorgen beste mensen, het is weer tijd voor Henk in de keuken. Hoppakee. Het is weer vrijdag. Het laatste Henk in de keuken van deze week. En Johnny Depp zat op de voorkant en sleepte de rechtszaak tegen zijn ex. Blaast Johnny Depp in Frankrijk zijn carrière opnieuw nieuw leven in. Pagina 29. 29, Johnny Depp. Ja, hij is toch wel een soort held voor mij. 29, zegt hij. Hoppakee. Zoeken. 16. 21. We zijn er bijna. Haha. 27. Johnny Depp. Johnny Depp toert samen met Jeff Beck door Frankrijk en die combi zorgt voor uitverkochte zalen en druk bezochte festivals. Op de Franse tour, een serie concerten en een nieuwe film, de Amerikaanse Johnny Depp brengt de komende weken en maanden in Frankrijk door. Johnny wordt als een koning binnengehaald in Frankrijk. Schrijft de Franse pers. De Amerikaanse acteur Johnny Depp, die maanden voor de rechtbank doorbracht met zijn ex Amber Heard. Och, ik heb daar filmpjes van gezien, dat is toch ongelooflijk. Wat een gezeik, wat een gezeur. En hij blijft zo rustig en zo cool. Ze stellen hem 10 keer dezelfde vraag en hij geeft 10 keer hetzelfde antwoord. Ja. De opnames voor de nieuwe film Johnny Depp van Johnny Depp wordt gemaakt in Versailles. Heel Johnny. Zomer 2022. Veel Nederlanders zoeken het avontuur tijdens vakantie. Weer anderen houden liever vast aan het vertrouwde in aflevering 1 van de zomerrubriek. Henk van Helvoort, die al 65 jaar... lang naar de camping het Haasje in Oosterhout gaat. Hij is ook begonnen met schilderen voor zijn pittoreske huisje. Als je het ergens naar je zin hebt, waarom zou je dan verkassen? Ja. Op de camping. Typisch Hollands. De tour was weer geweldig gisteren. Die de kaart die het gele trui behouden. Nou, kijk. Op de achterkant staat ook nog een Van Gogh geschilderd. Ja, dat deed Vincent vaak. Bij gebrek aan linnen schilderde hij de achterkant. En dan weer de voorkant. Het hoofd van de boerin met de witte muts. Uiteraard waren we ontzettend blij toen we de foto voor het eerst zagen. En op de achterkant heeft hij een waarschijnlijk zelfportret geschilderd. Nog zo'n held, Van Gogh. Johnny Depp, Van Gogh. Hey.
te ratel, zijn weer boeren bezig, met de trekkers. Er is een grote parade van 40 historische zeilschepen. Die varen door de haven van Harlingen. Waar de komende dagen de Tallship races plaatsvinden. Duizenden toeschouwers sloegen vanaf de kades. De 2, 3 en 4 masten schade. De Friese havenstad wordt de komende dagen 300.000 bezoekers verwacht. De derde editie van Sail Harlingen staat in het teken van duurzaamheid. Zo zijn de traditionele vlaggetjes gemaakt van oude onderbroeken. Dekbedden en kussenslopen. Draaien de aggregaten op biodiesel. Na een optocht door de binnenstad van de bemanningsleden is er een muziekfestival. Echte zeilliefhebbers kunnen een stukje meevaren. Wat toch een prachtig gezicht, hè? Nou mensen, geniet van het weekend, geniet van de tour. We zullen het allemaal weer zien of ga lekker naar de camping waar je al 33 jaar staat. Dit was weer Henk in de keuken. Tot maandag, toedeledokie.